Jeroen Mioch, een beetje het jaar van de doorbraak, helemaal de modus. Jij mocht nu pas van 1 week, 2 weken achter elkaar blijven. Kwam dat voor jou als een verrassing? Eigenlijk wel. Ja, dat kwam wel een beetje als verrassing. Maar ik heb wel altijd geloof gehad dat het kan. Maar wel mezelf een beetje in de underdog-rol gezet om uiteindelijk dat te halen. Maar ik heb mezelf niet bestemd als favoriet. Maar dat is voor mij goed. Maar die underdog-rol, eigenlijk naar de maandag was je eigenlijk al geen underdog meer. Verloor mijn eerste wedstrijd. Dus. Ja, de eerste wedstrijd. Ja, nee. Nou ja, modus is, die 3 dagen, als je in groep A zit, is het... Ja, als je de eerste dag leuk doet, dat zegt eigenlijk niet zo heel veel. Je moet eigenlijk toch over die 3 dagen nog proberen alles te winnen. Maar ja, als je de eerste dag goed doet, natuurlijk, dat zit wel lekker mee. Maar de modus is, ik geniet daar gewoon van. Ik vind het gewoon heerlijk om daar te spelen. Podium spelen is voor jou een meerwaarde? Nou, heel eerlijk, daar kan ik nog niet... Ja, als je dat echt podium noemt, kan ik nog niet echt over meepraten. Ik heb dit jaar 2 keer een Eurotour gegooid. Maar dat is toch wel anders, hoor. Dan komt er wel spanning bij, hoor. Als je echt podium staat. Ja. Wat qualifiers gehad voor de modus, was je niet echt aanwezig? Nee, de eerste keer ben ik geweest. Nee, dat klopt. Nee, daar ben ik niet echt aanwezig geweest, dat klopt. Maar ik heb het ook best wel druk. En ja, ik moet het combineren. Ik moet keuzes maken. Dus. Een keuze die je moet maken. Staat Q's Club jouw keuzeplanning? Zeker, zeker. 100%. En wat is dan jouw plan? Wil je nog meer naar de WDF toe gaan? Wil je PDC blijven spelen? Het niveau is hoog. Heel veel goede spelers. Q-School is altijd moeilijk. Moeilijk om te zeggen, want je weet niet... Je hebt natuurlijk die 2 verschillende fases. Je hebt de first stage. En dan moet je eerst de final stage zien te halen. Ja, het moet ook meezitten. Je moet goed spelen, maar het moet ook meezitten. Dus Q-School is een lastige opgave, maar... Je hebt bewezen dat je over een langer spelformat, langere dagen, laat ik het zo zeggen, wel het niveau kan halen. Dus het moet op papier, makkelijk is een groot woord, maar het moet haalbaar zijn. Nee, en ik ga er ook niet naartoe met het gevoel van ik moet dit makkelijk gaan halen. Ik weet dat ik het kan, maar ik moet mezelf daar niet te veel druk over maken. Nee. Goed, wat vind je van de ADC? Je staat nu op de Benelux Masters voor het eerst. Indruk? Ja, gewoon leuk. Leuk formaat. Fijn, je kan lekker veel wedstrijdjes gooien. Tickets voor de modus weer. Ja, zeker. Ja. Nee, modus is echt, dat ligt mij wel. Ik vind dat leuk. En ik hoop dat ik er nog een keer naartoe mag. Jeroen, dankjewel.